Na maanden van voorbereidingen was vandaag de grote dag, de start van het varend Corso. Vrijdag varen de boten naar Maassluis, zaterdag doen ze een rondje Westland en zondag is de bestemming Delft. Vanwege het warme weer is het soms flink afzien. Ja, er is wel rekening mee gehouden, ook met het tijdstip van steken. Dus het is allemaal al wat later opgebouwd. En er is heel veel extra materiaal besteld, zodat als er bloemen of planten of wat dan ook uitvalt, dan kan het allemaal bijgestoken worden. Dus gegarandeerd tot zondagavond een prachtige stoet. Ja, we hebben ermee te maken. Vorig jaar hadden we heel veel wind. Dus dit jaar zijn onze boten in ieder geval heel gebleven. Alleen veel water geven, dat is wel een must op het moment. Want anders dan gaan de bloemen toch wel echt snel slap hangen met deze temperaturen. En wij hebben kleine boten waarmee we snel naast de boten kunnen komen als er met een van de deelnemers, de figurant, iets niet goed gaat. En omdat wij van het water heel mooi zicht hebben op het publiek, kunnen we ook het publiek goed in de gaten houden. Nou, het is onwijs leuk. De boot ziet geweldig uit. Geweldig groep. Mooi weer. Ja, ik vind het echt leuk. Ja. Meneer de El, is het nog een beetje uit te houden in dat warme verendek? Ja, tot nu toe wel. We zitten nog niet zo heel lang in het pak, maar we gaan nog 8 uurtjes ongeveer. Dus, maar dat moet lukken. Ja, dat gaat wel. Voor de opvarenden staan 6000 flesjes water klaar. Een laatste tip voor de mensen aan de waterkant. Ja, vooral veel drinken en bescherming op je gezicht vooral. En dan moet het goed komen.